Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Deze aflevering van Focus is speciaal gewijd aan de jaarrede van de president van de Republiek Suriname, Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens een buitengewone openbare vergadering in de Nationale Assemblée heeft president Santokhi zijn vierde jaarrede uitgesproken. Het staatshoofd gaf hierbij een uiteenzetting van het dienstjaar 2024. De president heeft op vrijdag 29 september 2023 met vastberadenheid aangegeven dat de taak die gelegd is op de schouders van de president en de regering succesvol afgerond zal worden. De regeerperiode 2020-2025 spreek ik vandaag in ons hoogste college van staat de grondwettelijke vereiste jaarrede uit. Die gaat over het dienstjaar 2024. Voorzitter, geachte leden, dit is de vierde jaarrede die ik als regeringsleider hier presenteer. En met z'n allen zijn we 3 jaar ouder en ik hoop met z'n allen ook 3 jaar wijzer te zijn geworden. 3 jaren van ups en downs, voor sommigen meer downs dan ups. 3 jaren die ons ook belangrijke lessen hebben geleerd. De belangrijkste les, meneer de voorzitter, is dat we te optimistisch zijn geweest over het tempo waarin we zaken konden rechtzetten. En laat ik beperken tot mijzelf. Misschien ben ik ook te optimistisch geweest over het tempo waarin we fundamenteel ons spoor de zaken weer op spoor konden zetten. Misschien ben ik ook te optimistisch geweest over de slagkracht van onze coalitie. En we hebben ons misschien ook onvoldoende gerealiseerd dat agendas in werkelijkheid niet synchroon liepen. Terwijl we dachten goede afspraken te hebben gemaakt middels het regeerakkoord. Voorzitter, ik zeg dit niet als excuus,
maar om de context te schetsen waar we vandaag staan en waar we naartoe gaan. En waar we staan, voorzitter, dames en heren, leden van de Nationale Assemblée, is bijzonder belangrijk ook vandaag vast te stellen. Maar ook waar we naartoe gaan. Waar we staan is betrekkelijk eenvoudig. Macro-economisch staan we er goed voor. Voorzitter, heel goed zelfs. Maar op micro-economisch gebied moet die goede ontwikkeling nog goed tot haar recht komen. De samenleving, ja, voorzitter, heeft een hele hoge prijs betaald voor de beheersing van die crisis. Bepaalde groepen zijn onder de armoedegrens gekomen. En velen plukken nog steeds niet de vruchten van ons toekomstgericht beleid om de economie fundamenteel recht te trekken. En meneer de voorzitter, ik ben mij bewust van de pijn die de hervormingsmaatregelen hebben gebracht en nog even zullen brengen. Ik sluit mijn ogen daar niet voor. Anders dan heel wat personen, ik wil ze geen tegenstanders noemen, maar wel op social media beweren dat deze president nog steeds die gewone man is van Lelydorp, voor Koffie Jongpo. Dezelfde gewone jongeman die weet waar hij vandaan is gekomen. Voorzitter, ik zie en hoor en voel wat mensen meemaken. En ik loop ook niet weg voor die pijn, die klachten en die frustraties. Ik neem die verantwoordelijkheid. En ik heb respect voor de offers die het volk heeft gebracht en nog steeds brengt. Maar voorzitter, ik heb ook veel respect voor diegenen die bijdragen aan een gezond Suriname. Een diepe buiging daarvoor. Voorzitter, zoals ik in mijn eerste jaar reden al zei, we hebben de uitdaging niet op ons genomen omdat het makkelijk is. Nee, maar omdat de loop van de geschiedenis deze verantwoordelijkheid op onze schouders heeft gelegd. Een taak die wij vastberaden en met succes gaan afronden. President Santokki heeft zich tijdens de jaarrede gericht tot het Surinaamse volk. Hij benadrukte dat het algemeen en nationaal belang altijd voorop moeten staan en belooft ook op te treden om het beleid effectief ten uitvoer te brengen en zo het welzijn van de bevolking te waarborgen. Volgens de president is de nationale eenheid en verbroedering, ongeacht afkomst of achtergrond, noodzakelijk. Na de vergadering sprak de communicatiedienst Suriname ook parlementariërs Cheryl Dijkstil en Mahinder Yogi. Als we de handen ineens slaan, dan zal de koopkracht zich stabiliseren en kunnen we weer goed groeien. Gaan we op korte termijn terug naar de koopkracht uit de goede tijden? Nee, voorzitter. Laten we wel met onze beide benen op de grond blijven. Stabiliseren, er weer uitklimmen en meer ademruimte voor de burgers creëren is nu onze hoogste prioriteit. De verwachte successen in de oliesector, maar ook in de agrarische sectoren en de herordening van de goud- en houtsectoren zijn daarbij cruciaal. Voorzitter, ik roep daarom ook de Nationale Assemblée op om ons beleid met name op deze gebieden te ondersteunen, zodat we met een nationale aanpak verlichting kunnen brengen in de samenleving. Ik heb zeker 3 keren gehoord dat hij onze samenleving heeft bedankt voor de offers die zijn gebracht.
Er is vaker gesproken over leiderschap dat er getoond is door deze regering. Maar er is onvoldoende aandacht gegeven aan degenen die die leiderschap moeten ondergaan. Degenen die het moeten, voelen. En in deze jaarrede heb ik vooral, zeker 3 keren heb ik gehoord, dat geapprecieerd wordt. Dat we de bevolking moeten bedanken voor de offers die gebracht zijn om ons te krijgen waar we nu zijn. Met betrekking tot een macro-economische situatie. Want natuurlijk, iedereen wil het in zijn zak voelen. Dan pas gaat het goed. Dat voelen we nog niet. Maar het fundament om het later in je zak te voelen, dat is gelegd. We zijn ongeveer 92% schuldenlast van onze BBP. We komen van 160% van schuldenlast van onze BBP. En dat binnen 3 jaar met COVID, met importinflatie. Je mag zeggen dat het volk verdient niet alleen maar een pluimpje. Het volk verdient echt een medaille voor hun offers die gebracht zijn. U hoort me het steeds zeggen, en ik ga het in elk interview doen, de offers die gebracht zijn, die laten hun resultaten zien. Er wordt genoeg ondersteuning gegeven. We zijn nog niet tevreden over de manier waarop het sociaal programma loopt. U weet, er zijn veel klachten over die 1800. Mensen krijgen niet iedereen die het aanvraagt en wel in aanmerking zou moeten komen, krijgt het nog. Dus daar moet er beter ingespeeld worden door het ministerie van Sociale Zaken. We hebben gisteren als begrotingscommissie een vergadering gehad met de minister van Financiën. En de minister van Financiën heeft ook gekenschetst dat er een aantal dingen binnen de procedures bij SOSAVO op orde moeten komen. Dus zodat dat programma voor degenen die het hardst nodig hebben, dat programma goed loopt. Maar we moeten niet alleen maar volhouden, we moeten ons bewust zijn van waarom die maatregelen nodig zijn. Een van ze is de BTW. We hebben een hele grote informele sector, zeg maar 60% ongeveer, is in 2022 geschat door de Centrale Bank van Suriname. En dat wil zeggen dat er 60% geld wordt verdiend waar de overheid niks aan verdient, toch? En ik bedoel, je moet je bijdrage leveren. En de BTW is een manier om die 60% erbij te betrekken, die verbruikersbelasting, zodat zij ook hun bijdrage leveren, want onze inkomsten moeten omhoog. Als je goed hebt geluisterd de afgelopen tijd naar de heer Karel Eckhorst, onze hoofdonderhandelaar bij het IMF, hij zegt ook, het gaat de goede kant op, maar de risico's zijn hoog. En 2 van de risico's zijn, die inflatie die is hoog, die is nog steeds hoog, het daalt, maar het is nog steeds hoog. 1 en 2, onze inkomsten die moeten omhoog. Dus iedereen moet een bijdrage leveren. Het hart onder de riem is dat iedereen, elke burger, elk individu een bijdrage moet leveren, zodat het beter gaat met Suriname. We moeten niet bang zijn om te werken. We moeten niet bang zijn om onze kinderen te leren dat je niet door fast money, na fast libi, hard werken, geduld hebben. Om hard te werken, om succes te hebben, geluk te hebben in het leven, om ons land verder op te bouwen. Ik noemde het voorbeeld van de BTW. Een ander voorbeeld is dat er een overeenkomst is met de houtsector. Rondhout exporteren wordt uitgefaseerd. En andere bedragen worden verhoogd die betaald moeten worden. Dat is ook een manier van inkomsten. Dus we moeten niet populistische uitspraken doen als, en neemt u me niet kwalijk dat ik het zo zeg, het is nodig om die hervormingen te brengen. Dit is de 3e of 4e keer dat we in deze situatie geraken. We moeten het niet meer, we moeten een goede basis hebben, zodat ook al zouden er klappen komen vanuit het buitenland, ook oorlog van Oekraïne, COVID, er zijn 2 van de afgelopen 3 jaar klappen geweest, dat wij genoeg, nog meer veerkracht hebben en niet ver beneden dalen in onze economie om die klappen te kunnen opvangen. We moeten onze bevolking uitleggen waarom het nodig is, waarom die hervorming nodig is, wat de toekomst van die hervorming gaat brengen en de transparantie. Er moet ook meer transparantie komen. Dus
Op die manier zou ik het volk willen aanmoedigen, mijn volk, ik ben ook onderdeel van het volk, om, om door te blijven gaan. En nogmaals als laatste, als u geen vragen meer hebt, enorme dank, echt hartgrondige dank aan de Surinaamse bevolking voor de offers die zijn gebracht om nu waar we zijn, met deze macro-economische redelijke stabiliteit, dat we dat verder doorbouwen. Laten we positief blijven, hard werken en geloven dat het goed komt met Suriname. Laat mij u aangeven dat de president ook heeft aangegeven dat we op macroniveau zien de vooruitgangen al. En dat de president ook zegt dat op microniveau dat nog niet helemaal in orde is. En de president is eerlijk. Op microniveau betekent dus het volk de zakken van die burgers. En inderdaad is het zo dat de burgers die ontwikkeling en die stabiliteit nog niet in hun zakken voelen. En nu moet dit jaar beleid worden gemaakt zodanig dat die burger ook kan zeggen, ja president, u hebt gelijk. We hebben samen met u de offers gebracht. U hebt land goed bestuurd. En vandaag voelen wij dat ook in de zakken. Wij moeten niet vergeten, en ik verwijt niet, dat we een bijzonder bizarre situatie hebben overgenomen. En dat heel veel inspanning van velen ertoe heeft geresulteerd dat we vandaag hier zijn. En ook heb ik het vertrouwen dat ook op microniveau het goed zal komen. Wij vragen die samenleving om vertrouwen te blijven hebben in de regering. Om vertrouwen te blijven hebben in de president en de vicepresident. Om vertrouwen te blijven hebben in zichzelf. En wij rekenen erop dat het goed zal komen, ook voor hun. Het moet, het kan niet anders. Thank you. Verder ligt de president Santokki de lopende ontwikkelingen toe. Waaronder de voorbereiding van de wet op de basisbankrekening die financiële inclusiviteit en stabiliteit beoogt. Het staatshoofd benadrukte de aanstaande herzieningen van de kiesregeling, grondconversie en grondenrechten gericht op het dienen van het Surinaamse electoraat. Ook de herziening van de wet belasting toegevoegde waarde is hierbij aan de orde gekomen. Om het begrotingstekort in te dammen en een reële economie te realiseren, zijn we begonnen met de geleidelijke afbouw van de subsidies op een belangrijk aantal goederen. Macro-economisch is dit een belangrijke voorwaarde om de onevenwichtigheden in onze economie weg te nemen en een productiesysteem te realiseren met de juiste prijsstelling. Voorzitter, om de pijnlijke effecten hiervan te dempen, is dit beleid tegelijkertijd ondersteund door financiële voorzieningen voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Door deze maandelijkse onbelaste financiële tegemoetkoming helpen wij deze groepen hun rekeningen te betalen. Onder andere door koopkrachtversterking voor gezinnen met een inkomen van lager dan 6.500 SRD, als ook koopkrachtversterking voor de ambtenaren en het verhogen van de financiële bijstand voor zwakke huishoudens en voor mensen met een beperking. Voorzitter, ik wijs ook op de recentelijke verhoging van de AOV-uitkering. Deze zijn enkele maatregelen die in dit verband zijn genomen. De wet op de belasting toegevoegde waarde, BTW, is herzien. En ook deze wet draagt de goedkeuring van uw parlement. Voorzitter, met deze wet is niet alleen 40% van de basisgoederen vrijgesteld van BTW, maar ook het vrijstellingenbeleid is aangescherpt door de overige goederen in de categorie van 0% te plaatsen. We zullen de uitvoering van de BTW-wet blijven monitoren en evalueren, ook met betrokkenheid van alle stakeholders. Als regeringsleider zal ik niet aarzelen om daar waar nodig
in het belang van een effectieve uitvoering van het beleid. Ten behoeve van de Surinaamse bevolking de noodzakelijke maatregelen te treffen. Zoals aan het begin van mijn reden al aangegeven, is het van belang om daadkrachtig verder te gaan met de ontwikkeling van ons land, waartoe de ondernomen hervormingen nu de ruimte bieden. Voorzitter, de wet op de basisbankrekening is in voorbereiding, hetgeen de grondslag zal zijn voor financiële inclusiviteit van onze burgers. Het zal mededienen als waarborging voor financiële stabiliteit en een integere financiële sector. Voorzitter, ook voor deze wet kijken we uit naar de goedkeuring door uw geacht college. Voorzitter, ook de noodzakelijke herzieningen van de kiesregeling, de grondconversie bij wet en het grondrechtenvraagstuk hopen we met uw college nog dit jaar te kunnen afronden. Uiteindelijk gaat het om het belang van het volk, het Surinaams electoraat dat u en mij mandaat heeft gegeven. Voorzitter, staat u mij toe via uw geacht college nu rechtstreeks te richten tot het Surinaams volk. Landgenoten, Lobby Bradana Ngasisa, broeders en zusters, de afgelopen jaren heeft u zware offers gebracht om ons land weer op een pad van herstel te brengen. Om Suriname te redden heeft u veel gegeven. En dat verdient erkenning en diep respect. U toont elke dag weer enorme veerkracht wat de basis is van ons herstel en groei. En zoals ik al eerder zei, uw pijn bij deze offers heb ik gezien. En daarvoor nemen wij als regering ook de verantwoordelijkheid. Omdat ze consequenties zijn van een goed voorbereid besluit om zaken voor eens en voor altijd goed te regelen. Louis Braderen Assisa, ze zijn offers geweest van u, van uw gezin, van uw kinderen, van uw kleinkinderen. En in de reeks van maatregelen hebben wij naar ons beste vermogen enige verlichting geprobeerd te brengen. En naarmate de economie weer gaat groeien, kunnen wij ook meer voor u doen. En dat beloof ik u, dat wij u niet in de steek gaan laten. Waar gaan we naartoe? En ik doe een dringend beroep op u allen om positief te blijven. Positief te blijven in onze meningsvorming en meningsuiting. Laten wij het goede voorbeeld zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. Laten we ons geliefd Suriname gezamenlijk naar grotere hoogten brengen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.